Alexander, terug bij ADO Den Haag. Een warm bad? Ja, zeker. Ja, ik bedoel, het is niet meer dan logisch. Aangezien mijn verleden bij deze club, als een speler en als een jeugdtrainer, dat is zeker een warm gevoel. Iedereen dacht dat Maurice Steijn opvolger zou worden van Alan Pardew. Mm-hmm. Was je verbaasd toen Martin Jol jou belde? Nee, kijk eens, ik weet dat zeker alle Eredivisieclubs, en dat is geen uitzondering voor ADO, hebben heel veel lijsten van de trainers. En natuurlijk, je moet ook kijken naar die bepaalde profielen. Aan de ene kant, ja, ik ben niet verbaasd, omdat ik heb met Martin ook, wat hij heeft ook aangegeven, Parker ook voor deze periode gesproken. Zo, je bent trainer die komt, ambitieus. Mm-hmm. Gesprekken met ADO Den Haag, die waren natuurlijk gauw gearrangeerd. En die liep ook prettig, hè? Gesprekken met Martin Jol en Mohamed Hamdi. Ja, anders ben ik niet nu hier. We hebben wel eigenlijk twee keer heel uitgebreid gesproken. En toen, ja, daarna hebben ze besloten om mij als hoofdtrainer te aanstellen. De gesprekken waren zeker goed. Is er ook gesproken over de selectie? Zijn er misschien bepaalde toezeggingen gedaan? Nou, kijk eens, op dit moment, ik kan over dat niks kwijt. Maar laat me wel vrij duidelijk zijn we bezig met selectie te versterken. Ja. Er kwam op een gegeven moment een besluit van het kabinet, daarna van de KNVB. Competitie gestopt, ADO Den Haag volgend seizoen weer in de mm-hmm. Eredivisie. Speelde dat nou bij jou nog mee? Nee, absoluut niet. Natuurlijk, de geluk van deze situatie is dat ADO kan nog in Eredivisie blijven spelen. Maar telt ook voor RKC. Dat weten ze ook. En dat, ik denk dat niemand draait omheen. Maar voor mij was dat ook geen twijfel als hun hebben in de keukenkampioendivisie gespeeld. Om hier hoofdtrainer te zijn was zeker voor mij een droom. Er wordt gesproken over ADO Den Haag moet weer echt een Haags gezicht krijgen. Mm-hmm. Je bent trainer ook geweest op de aftrap. Ja. Deel je die mening? Dat zie je ook wel zitten. Ja, tuurlijk. Ik denk als je kijkt naar de staf dat wij hebben samengesteld. En natuurlijk met Martin Jol, die zit achter ons. Dat zijn allemaal mensen die hebben verleden bij ADO. En dat is heel bewust gedaan. En dat proberen wij ook straks zeker op de veld terug te krijgen. Je had het even over de staf die er nu staat. Heb je er ook zelf inspraak in gehad, ook over meegesproken? Ja, tuurlijk. Kijk eens, ik denk dat elke hoofdtrainer wil zijn staf bepalen. En hoe ver is dat mogelijk? Bij sommige clubs wel, bij sommige clubs niet. Ik heb wel geluk dat ik kan... ik ken twee stafleden, dat is Rick en Richard, heel goed. Zo ja, dat is zeker een voordeel. En Michele moet ik nog leren kennen, maar dat heb ik geen twijfel. Komend seizoen 18 clubs in de Eredivisie. Althans, daar gaan we vanuit, geen 20. Mm-hmm. Ik denk dat het wel prettig is, want dan had je wel heel veel degradatieplaatsen gekregen, denk ik. Ja, maar dat weten we niet. Nee. Kijk eens, en ik denk niet eens meer over dat. Kijk eens, nu is het wel duidelijk. Eredivisie 18 plus, so, dat is de enige wat ik mij op dit moment ben ik gefocust op. Vervelende periode waarin we zitten. Hm. Ik denk je wel, je staat te popelen om eigenlijk straks te beginnen. Ja, natuurlijk. Maar kijk eens, ik ben nu wel een tijdje bezig met, omdat bij Sparta, wij zijn ook lang bezig met trainen. Maar als het gaat om echt, dan heb je gelijk. Tot slot, je bent nu assistent geweest bij Henk Vrezer. Hm. Wat heb je vooral van hem geleerd de laatste jaren? Ja, heel veel. Kijk eens, ik was ontzettend gelukkig dat ik een Henk Vrezer als hoofdtrainer heb. Niet omdat hij mij altijd meegenomen in het proces op de veld. En ik geef me heel veel vrijheid. Waar kan ik me ontwikkelen als een trainer? Maar ook, ik was ook heel veel bijgetrokken bij alle andere zaken buiten de veld. En daar heb ik heel veel dingen geleerd. Dat doe je dadelijk je voordeel bij ADO. Ja. Succes. Dankjewel.